Olly is helemaal geobsedeerd door... Zijn dit kippen of hanen? Zijn dit kippen of hanen? Dit zijn kippen. Door deze... En die is hele conversaties aan het voeren met ze. Dit is zo schattig. Hey guys, welkom bij een nieuwe vlog. Het is zondagochtend. En het is super lekker weer. We hebben ons aangekleed. Ik zal zo laten zien wat ik aan heb, want dat is nu niet zo handig. En we gaan gezellig lunchen bij Girasol met Olly en ik en Bibi en Momo. En hopelijk is Kay er ook. Dus let's go. Ik zit bij Girasol met Kay, Bibi, Momo. 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 Oh, kijk. Ik kijk hoe matchy we zijn. En Ollebol. Oh, jullie moeten echt zeggen hoe fout het is. Ja, je hebt hem al lang, je hebt hem al lang gemaakt. Zo, kijk. Zo leuk is. Zo, kijk. Ons eten is er. We hebben echt van alles. Dit is het lievelings van Olivia. Dit zijn garnalenkroketjes, toch? Nee, stokviskroketjes, ja. En frietjes en die tortilla chips zijn ook super lekker. En volgens mij hebben we nog wat, toch? Frietjes. Nog meer frietjes. Meer bordjes. Hoor? Ik ook niet. Ik kan ook niet tegen films te lang. Als je één film of iets hebt gezien, weet ik iedereen. Olly is helemaal geobsedeerd door. Zijn dit kippen of hanen? Zijn dit kippen of hanen? Dit zijn kippen. Deze... En die is hele conversaties aan het voeren met ze. Dit is zo schattig. Zijn dit niet helemaal hanen? Nee, want ze leggen wel eieren. Staat opgegroeid. Ja! Niet leuk hoor. Dat is echt een understatement. Ik denk dat die witte misschien de kippen zijn en de rest. Ja, misschien zijn de rest halen. Want dit is echt wel haan. Tuk, 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 tuk. Ja, dit is wel haan. Kijk. Kijk. Oh, vliegt. Ja. Vliegt, hè? Oh. Maar ja, we kunnen ze echt wat doen. Ja, ik denk dat het best wel scherp is hoor. Ja, is dat toch zo. Echt? Kijk, nou, je ziet het hout hoor. Dat hout hebben ze helemaal zo met hun snavel. Welk hout? Hier, die boom. Die stronk? Ja, tuurlijk. Ja. Denk je dat ze dat gedaan hebben? Ja, ja. Natuurlijk. Nee, dit. Want ze hebben dit volgens mij over de snavel. Ja. En dat gaat allemaal. Dat is ijzerdraad. Nee, ja, dat kunnen ze ook niet doen. Hoera, hoera, hoera. Wij zijn in de koffie. Ik wilde eigenlijk heel graag naar Starbucks, maar dit was het meest dichtbij. Kijk hoe leuk Kay eruit ziet vandaag. Ik denk dus dat zeg maar dit mij niet zou staan, maar bij Kay staat het zo leuk. Ik zou ook een trainer. Ik ben in die koek maar. Jawel. En Olly is aan de andere kant van de Coffee Company te vinden. Altijd wegrennen. Hallo. Olly zit in de tractor. Dat vindt ze het allercoolste dat er is. Olly. Nee, hoeft niet. Olly. Hey. Ik moest de dames achterlaten, want ik ben ook weer aan het werk. En ik dacht van, nou weet je wat, ik neem de vlog weer eventjes over. Want ik ga naar Dubai en Moskou. En dat is misschien wel leuk. Dus join the ride. Altijd wel raar om, als je dan een paar weken zo intensief met elkaar bent opgetrokken, om dan in je eentje te zijn. Dus ik ben nu in mijn eentje. Op dat vliegveld. Daar staat mijn vliegtuig. Het is een uurtje of 7 vliegen. Dus dat is best wel oké. Het is nu 10 uur 's avonds. Dus ik kom om een uurtje of 7 's ochtends aan, lokale tijd. En laat je een stukje Dubai zien. Hallo, welkom aan boord. How are you? Thank you. Welcome back, Mr. Glenn Van Berg. Thank you. Hello. Thank you. Hi. Hello. Hi. Veel reuze mee. Ik heb vooral geslapen, wat ook even nodig was en heel lekker. En Dubai, daar is het alweer ochtend, obviously de zon is op. Het is hier nu een uurtje of 7. Ik zat een beetje na te denken over wat ik allemaal wil laten zien. Ik kom hier al een jaartje of 17 en hoe dit veranderd is echt ja, best ongelooflijk. Toen ik hier in 2000 voor het eerst kwam, waren ze al zeker een eindje op weg, maar ik denk dat misschien 1/6 gebouwd was van wat er nu allemaal gebouwd is. Het heeft een paar miljoen inwoners ondertussen. En vanuit het hele Midden-Oosten
gaan mensen hier naartoe. Een stuk een veilige plek voor sommige mensen in dit gebied, wat toch wel in sommige landen onder druk heeft gestaan de afgelopen jaren. Dus Dubai is voor een hele hoop mensen een fijne uitvalsbasis geweest. Maar vooral de architectuur is ongelooflijk. Het hoogste gebouw ter wereld staat hier. Die laat ik misschien natuurlijk zo meteen zien. En ja. Nou, ik ben ondertussen een beetje bijgekomen. Ik heb een beetje geslapen in mijn hotel. Overdag in augustus in Dubai moet je eigenlijk niet echt rondlopen buiten. Want dan is het, ja, laten we zeggen, net even iets te heet. Ik ben nu in de oude stad. En je zou denken dat Dubai alleen maar nieuw is. Maar Dubai is ja, eigenlijk een oude havenstad. Zoals veel steden rond de wereld. Zo is het begonnen. Het heeft natuurlijk een goede doorgang naar India. En de rest van het Midden-Oosten, als je naar beneden gaat, de golf in, dan kom je bij Bahrein. Een stukje verder. Dus dit soort schepen, die doen hier hun business al, ja, al heel lang. Voordat de sheik besloot van oké, we gaan een moderne stad maken van Dubai. Was dit een beetje de business die hier vooral bezig was? Dus eigenlijk handel. Totdat ze obviously olie ontdekten. Ja, en toen was het hek van de Dam, toen werden een paar mensen echt extreem rijk. En toen ontstond er een heel ander Dubai. Dat laat ik je zo meteen sowieso natuurlijk ook zien. Maar deze gasten die zijn hier lekker aan het werk. Spulletjes verschepen. Van A naar B. De jongens zitten allemaal te wachten op de volgende lading. En dit is wel echt heel tof. Die kleurtjes van die boten die zijn echt super. Een soort azuurblauwe verf zit erop. En die gasten die zijn, wat ik al zei, die zijn gewoon lekker hier de hele dag aan het wachten tot hun lading helemaal vol is. En het gaat eigenlijk een beetje, ja, een soort van knullig. Het ligt hier gewoon aan de kant. Wat zo meteen verscheept. Oké, en zo meteen wat ik zeg, dan laat ik de hele andere kant zien van wat hier allemaal mogelijk is. Maar we gaan eerst even naar een traditionele Arabische markt, een zogenaamde souk, dat is het woord in Arabisch voor markt. En deze is specifiek voor goud. Dus ja, je moet je zo voorstellen dat mensen hier honderden jaar geleden gewoon kwamen om ja, hun spullen te verkopen vanuit overal in de regio. Maar dit ziet er wel bizar uit, hè, dit. Ik ben nu in de oude binnenstad van Dubai. Hier heb je allerlei markten, kruiden, vis, noem maar op. Maar deze is voor goud en diamanten. Ja, en het is obviously een hele hoop licht en een hele hoop activiteit, superleuk. Ja, ik denk als je een goede deal wil maken voor iets goud, dat je dan hier moet zijn. Ik moet eerlijk zeggen, ik ben hier eigenlijk nog nooit geweest, maar het ziet er wel echt heel erg tof uit. En als het dan echt gaat om het Midden-Oosten en waar het Midden-Oosten zo bekend voor is, is natuurlijk zijn, ja, zijn spijzerijen. En dan ga je naar de souk waar ze dat allemaal verkopen. En ja, dat ziet er zo fantastisch uit. Moet je kijken. Hier heb je, wat ze hier verkopen, dus saffraan. Picture for something. I'm okay. Spices. I'm okay, thank you. But you can explain me with spices. So this is saffron, right? No, saffron. This is kurkuma, turmeric. Kurkuma. Okay. Oh, lekker. Yeah, this nice. Is for face beauty. Okay. This is for cooking. Okay. This is silimis. Of course. But this is Sri Lanka. This is Pakistan. This is muscat, nutmeg. Of course. This is chili. Oh, really? A dry this is chili. Round chili. This is long chili. This is krish. This is frankincense. Oh wow. For burning. Okay. This is putting for charwood. You want to smell for charge, for room. This is ginger. Dry ginger? Yeah. This is no saffron. This is sunflower. Oh, that's beautiful. This is star honeys for cooking. This is dry lemons. This is a black lemon. For this use for tea, for soup, for drink. This is for everything. Mutton, chicken, fish, mint? Yeah, this is mint tea. Cool. This is Pakistani rose, this is chamomile tea, this is jasmine tea, beautiful. This is hibiscus tea, this is oregano tea, this is Iranian rose,
for this one after shaving. Oh, really? Alone. Oh, that's amazing. Okay, cool. I'm gonna buy something. This one. What is this? Well, it looks like a stone, but I'm sure it's not. This is Viagra. Oh, really? Mensen net. Well, daar hoor je toch? Oké, okay, ik heb wat safraan gekocht. De beste man die had wel zo zijn best gedaan dat ik dacht van oké, dat kan ik niet nalaten. Wat ook altijd heel mooi is, hier is obviously hoor je een paar keer per dag de oproep tot het gebed. Ja, dat maakt zo'n plek altijd zo een beetje mysterieus of zo. Maar goed, het is hier spannend. Ja, dus je kan hier eigenlijk een beetje verdwalen in alle hoekjes en alle gaatjes. Ik ga nu een wat kleiner steegje in. Nou, als je ziet, super toffe dingen. Oké, nu gaan we naar al dit soort wat oudere geweld. Gaan we het nieuwe Dubai zien. Oké, dus we zijn nu bij de Arab. Die toren is zo gestoord. I mean, kijk dan. Ja goed, ik kan het niet eens laten zien. Dus het gaat een kilometer omhoog. Ik ben hier met Aki. Aki is de chauffeur. En we hebben geprobeerd om een ticket te scoren. Maar dan moeten we naar de Dubai Mall en dan kunnen we er misschien op. Ja, maar of we dat nou leuk vinden of niet. Ik denk dat ik gewoon even uit ga stappen. En dan maak ik even een kleine impressie. En dan die toren op. Ja, dat moet ik dan toch maar even laten gaan. Maar de Dubai Mall is ook tof. Dus dan doen we dat gewoon. Ja, wat ik al zei, het is echt onmogelijk om dit een beetje in beeld te krijgen. Het is zo enorm hoog. Anyway, ik ga verder met Aki. Die rijdt me naar de Dubai Mall en gaan we daar even kijken. Een van de grootste malls ter wereld. In ieder geval een van de gekste. Misschien gaan we even skiën. Ik ben nu in de Dubai Mall. Super veel zin in. En Noor is hier een bank begonnen. Dus dat is wel lachen. De Noorbank. Super grappig. Nou, als je je al afvroeg waar iedereen uithangt in Dubai, dat is dus in de mall. Jeetje meer, dat lijkt hier wel een carnaval. Echt bizar. Ondertussen zwemt er een haai over mijn hoofd. Want ik ben in het aquarium. Van de Dubai Mall terechtgekomen. En ik loop nu door de tunnel. Het is echt bizar. Oké, ik ben nu net door onderdeel van de mall gegaan waar alleen maar basically kinderkleding en speelgoed te koop is. Ja, de meest gestoorde dingen. Je kan hier, ik heb net volgens mij een handtasje van Dior gezien voor baby's. En volgens mij was de prijs iets van 1400 euro. Dus je begrijpt wel, voor ieder wat wils. Ik word helemaal gek van deze mall. Het zit echt helemaal rammetje vol met mensen. En er komt geen einde aan. Het is echt, shop till you drop, letterlijk. Oké, ik ga maar klaarmaken voor mijn gig vanavond. Ik draai vanavond hier in Dubai. In een club die heet Provocateur. Heel veel zin in. Het is een dependance van een club in New York waar ik af en toe draai. Dit is mijn tweede keer hier. De laatste keer was New Year's Eve, 3 jaar geleden. Dus ik ben benieuwd hoe het eruit ziet. Oké, doei voor nu. Oké, nou dat was echt heel erg tof gisteravond gedj'd in Provocateur. Ik kon niet echt filmen, want als ik een dj ben, dan kan ik niet filmen. Ik ga nu door. Ik ga door naar Moskou. Dat ga ik niet filmen, anders wordt deze vlog veel te lang. Ik hoop dat jullie het leuk vonden, een stukje Dubai. En tot de volgende keer. Doei! Sander is terug! Oh. Net geland. Oh, hi. Oh, hi. Net een half uur geland. En ik meteen heb gevlogd waar ik ben geweest. Oh, dus jullie hebben het allemaal al gezien? Nee, dat komt er niet. Hoezo? Ja, dat is de vlog van woensdag. Daar komt dat dan ook. Oh, oké. Ja.
Nou, oh, Sander is terug. Hoi. En wij zijn door het Oosterpark aan het lopen, want er is hier een foodfestival met eten. Oh, dat daar. Is zo lief. Dat is zo romantisch. Die mensen zijn aan het dansen. Salsa dansen. Salsa dansen. Maar waarom niet? Goed toch? Ja. En we zijn Kay en Jago aan het zoeken. Maar jij hebt ze gezien, toch? Nee, nee, ik dacht dat ik me af. Zal ik even kijken? Daar tegen die bok. We hebben nog niet gereageerd. En dan gaan we lekker snacks halen. We zijn lekker op het foodfestival. Een Holy Experience. Alles met maten, toch? Alles met maten, ja. Echt zo'n kannibaal. En we zijn gezellig met Kay en Jago. Nee, niet in de zaal. Nee. Wat een leuk kettingje om. Oh, die is van Bibi gekregen, die armband. Dat is lief, hè? Schattig tekstje zat erop. Had ik dat naar jou, ja, dat had ik jou gestuurd, toch? Ik moest bijna huilen. Goedemorgen. Wat wil je met die foto's doen? Die Polaroids? Ja. Ik denk dat ik die mee naar kantoor ga nemen. Dankjewel. We zijn Bibi's kamer aan het leeghalen. Oh. Voor het nieuwe schooljaar. En dit is de grootste hulp van de dag. Kom. Oh. Ik heb even een jurk aangetrokken. Deze gele van Sabo Skirt. Jullie vroegen trouwens of je invoerrechten moest betalen bij Sabo Skirt en hoe lang het duurt. Dat weet ik dus niet, want ik heb die kleding gekregen. Maar dat zal ik even opzoeken en ik zal hieronder de link naar de jurk doen en dan zal ik daarbij schrijven of het makkelijk is om te bestellen. Ik vind namelijk zelf, ik weet niet of het door mijn figuur komt, maar ik vind de pasvorm zelf, ik ben 1,70, heel, is voor mij echt ideaal qua lengte. En eigenlijk zit alle kleding van hun perfect. Dus ik kan het wel aanraden, ze wil veel leuke dingetjes. En ik zie net dat er een tas hier staat van ASOS. Ik ga weg nu. Ik ga met Stephanie lunchen. Zij is ook een Instagram blogger. Dus ik zal haar zo even filmen. Maar ik zal eerst even kijken wat er in de ASOS tas zit, want dat weet ik niet. Let's have a look. Dit is een UPS-pakket. Dat andere laat ik zo zien, want dat heeft te maken met een product die binnenkort wordt toegevoegd. We zijn ook bezig met een webshop, dus dan weten jullie dat. Ik zal vanavond even de kleren aantrekken die ik bij ASOS besteld heb. Ik weet niet eens wat ik heb besteld. Oh ja, heel veel basics volgens mij. Kijk hoor. Ik heb deze. Een basic shirt met hele wijde mouwen. Want dat draag ik veel. Dat is één. En hier. Oh, die had ik eigenlijk nu wel aangewild. Een lange jurk met stippeltjes. Zal ik die nu nog even snel aandoen? Dilemma's, dilemma's. Ik had helemaal in mijn hoofd bedacht hoe ik die leuk aan kon doen, maar dat weet ik nu even niet. Is wel leuk voor de foto. Ja, ik ga hem aan doen. Oké. Dan heb ik nog een streepshirt. Alle linkjes komen hieronder, as always. Maar oh, deze is echt vet. Deze cropped. Ik hoop niet dat die is uitverkocht. Zo. Voorbij zo'n high-waisted jeans. Oh, ik kan niet wachten om het straks aan te trekken. En dit pak vind ik ook te vet. Kijken. Dit is een pak, dus ik moet even het hele pak zien. Dit is de trui. Het is van Elessen. Dit is de... Ik bedoel, ik vraag me af wat Sander en Bibi hiervan vinden. Of ze het leuk vinden of niet. Dit is de broek. Die is een beetje cropped. Maar dit ga ik zo ook even aandoen, want dit kan je niet zien. En ik heb nog één tuinbroek. Maar die ga ik even helemaal customizen. Die is bij de mannen besteld. Ik wilde graag een beetje een grotere. Omdat ik dit soort dingen echt super veel draag. Dus ik ga dit zo even customizen. En dan laat ik dat ook zien. Ik heb afknippenstuk en zo. Je kent het wel. Oké, dat was het. Ik trek straks het aan als ik thuis ben. Kijk hoe lief die zwanen. Dat is wel blij.
Ik ben gezellig met Stephanie aan het lunchen. En Stephanie heeft ook een hele leuke Instagram account. En een YouTube kanaal waar ze niks post. Maar misschien binnenkort wel. En ik heb een broodje met tonijnsalade. En zij heeft een broodje met carpaccio. Dus we gaan lekker eten. En kijk hoe lief die zwanen hier zijn. Oké, ik ben weer thuis. En het is hier best wel chaos. Want we zijn Bibi's kamer aan het doen. Oh, het klinkt helemaal hol. Omdat er niks meer staat. Maar ik wilde even snel alles aantrekken en laten zien wat ik van ASOS heb. Dus let's do it. Oké, let niet op de bende achter mij. Maar dit is het pak van LS. Ik vind het zelf heel vet. Ik denk dat die broek zelf alleen ook heel erg leuk is. Ik zal de linkjes hieronder posten. Dus, dit. Oké, deze had ik al even laten zien vanochtend. Maar dit vind ik echt de leukste aankoop. Die vind ik ook echt heel leuk met een denimjasje. En ik denk die zwarte cowboy-achtige laarzen. Ja, deze is echt super leuk. I love it. Oké, over deze top. Daar zijn jullie denk ik het meest in geïnteresseerd. Die is ook echt te vet om waar te zijn. Dus die link ik hieronder als die er nog is. Hij is dus van ASOS. Ik vind deze echt zo leuk. I love it. Ook leuk met al die gouden kettingen. Mijn haar zit trouwens echt verwilderd. Bah. En dit is de donkerblauwe variant. Het is echt super lange van die slouchy mouwen. Misschien vind ik deze zelfs nog wel leuker. Echt heel nice. Ik weet niet welke maat. Ik heb ze ook even kijken. Dit is een maat. Staat er niet op. Irritant. Oké, dit is een maat small. Dan weten jullie dat hij dus echt oversized valt. En ik ga de vlog weer afsluiten voor deze week. Sander heeft volgens mij ook gevlogd. En anders wordt het een te lange vlog. Dus heel erg bedankt voor het kijken. Ik zie jullie zondag. En als je nog niet gesubscribed bent, doe dat dan hieronder. En laat even een comment achter welke items jullie het leukst vonden van wat ik net heb laten zien. Oké, doei!